Magneetvisser Jan Duurt Dijkman is door de gemeente gesommeerd te stoppen met het dreggen in het Groningse water. Onlangs trok Dijkman met zijn medevissers nog tientallen fietsen uit het water bij het Groningen Museum. Maar dat mag niet, staat in artikel 24 van de verordening Openbaar Vaarwater. Het is verboden in het openbaar vaarwater al dan niet bij wijze van beroep te duiken en of met enigerlei middel naar zich onder het wateroppervlak bevindende voorwerpen te zoeken of deze op te dreggen. De regel is er omdat er munitie en explosieven in het water kunnen liggen en er kabels kapot getrokken kunnen worden. Als Jan Duurt toch weer gaat magneetvissen, kan hij een dwangsom krijgen van €2500 per overtreding tot €10.000. Dat er nu gehandhaafd gaat worden is dubbel voor de magneetvisser. Nou, aan de ene kant snap ik het wel, want er zijn natuurlijk risico's. En risico's die loop je. Je kan er explosieven tegenkomen, dat gebeurt gewoon wel regelmatig. Ik ben best een fanatieke magneetvisser, dus ik kom regelmatig ook wel dingen tegen waar de EOD bij moet komen. En dat vind ik ook dat het gewoon geregeld moet worden. Ik sprak iemand van de gemeente en die zegt gewoon van ja, Jan Duurt, een aardige vent, niks mis mee. Hij doet helemaal geen kwaad, maar het mag gewoon niet. Nee, precies. Maar ik voel me inmiddels bijna crimineel. Ja, weet je doet alle aandacht gaat dus naar de dingen die een risico zijn. Maar als je kijkt wat we eruit halen, en gewoon in 3 weken tijd, gewoon in de avonduren, 2-3 uurtjes, met een groep van soms 5 of 8 of 10 man, het is schrikbarend wat we eruit halen. Maar wij komen dus op plekken waar dus de boot niet kan komen. Ja, de gemeente heeft de boot van de Rodina, de werkboot van de gemeente. Zoals bij de Groningen Museum haalde je volgens mij van 100 fietsen eruit? Ja, maar dat was aan de kant waar de boot niet kan komen. Waar wij dus wel het water in konden, de jongens die in het water waren, die voelden gewoon waar die fietsen lagen. Die werkboot kan daar gewoon niet komen. Bij de bruggen kan die werk niet komen. Achter die dukdalven, in de hoeken, tussen de woonschepen, daar kunnen ze niet komen. Dijkman vindt dat er te veel focus wordt gelegd op de gevaren en niet op wat het oplevert. Als alle aandacht gaat naar de bommen die we vinden, ja, dan vind ik het wel heel erg bureaucratisch. Want het wordt beslist door mensen die achter het bureau zitten. Niet de mensen op de werkvloer, want we krijgen ook vorig jaar van de jongens van de gemeente heel vaak de duimpjes omhoog. Ja, want als je bijvoorbeeld in Amsterdam komt, dan kom je vaak om te ik was gisteren nog in Amsterdam, maar 3 weken geleden heb ik daar een handgranaat gevonden bij een viaduct. Bellen we gelijk 112, ik zag gelijk dat er geen pin in zat, dat was gewoon gevaarlijk, een Tweede Wereldoorlog handgranaat. We hebben gelijk zelfs met lint hebben de boel afgezet, we hadden toevallig een afzetdranghek gevonden, gelijk op een fietspad neergezet en we hebben gelijk met 6 man de hele boel afgezet daar, tot de politie kwam. Nou, dan komt de politie, die zet er nog meer de boel af met allerlei linten. En nog geen 2 uur later is de EOD er en die voert hem af. Ja, ik denk, dat moet gewoon in Groningen ook gewoon kunnen. Maar zeggen ze dan in Amsterdam, zeggen ze niet van nou... Nee, als ik de TEF spreek, dus de technische explosieve voorverkenner, die is gewoon blij dat we het doen. Die zegt van opgeruimd staat netjes. En in Groningen denken ze, laat het maar lekker op de bodem liggen. Ja, nou ik denk dat gewoon de mensen beslissingen nemen die achter het bureau zitten. En natuurlijk, als er iets gebeurt, zijn zij verantwoordelijk. Ja. Snap ik ook. Maar laat het dan door mensen doen die er verstand van hebben, die ervaring hebben. Is het bij jou ook nou zoiets van, nou ja, dan ga ik maar gewoon lekker niet naar Groningen of vind je het toch wel een beetje pijnlijk? Ja, ik vind het wel heel pijnlijk. Want de Diepering is voor mij echt een historische plek. Ik kan daar dingen tegenkomen uit bombarderend. Ik heb gewoon dus ook 12 centimeter kanonkogel gevonden. Mensen hebben laatst bij de opgraving van de ringweg hebben ze 3 van die kanonskogels gevonden. Ik heb inmiddels 5 gevonden, maar ik kan het niet vertellen. Dat is wel heel jammer, want we vinden gewoon een Groningen geschiedenis. Ja. Wat is nou dé oplossing hiervoor? Want ik denk, net als met een rijbewijs, geef mensen een pasje of een verordening die er echt gewoon verstand van hebben. Dat je gewoon, in België werkt het ook zo, dan krijg je gewoon ontheffing, krijg je een pasje, metaaldetectorist. Doet het hier in Nederland ook. Doet het in Groningen ook. Geef mensen, hè, die echt zo'n een gepassioneerde hobby hebben, geef die dan gewoon een verordening, een pasje. Of dat ooit gaat gebeuren, is maar de vraag.